verhalen delen om elkaar te inspireren en te motiveren. Dat is waar het om draait bij Gesontu Stranang. Het is een oproep voor Surinamers over de hele wereld om meer te bewegen, groener te eten en meer positiviteit te creëren in het leven. Ik geloof dat iedereen het verdient om gezond te zijn. Mijn naam is Janine Price-Dompig, initiatiefneemster van Gesontu Stranang. Hey beste kijkers, bedankt voor het kijken naar alweer een nieuwe Gesontu Stranang video waarin we het hebben over koriander. Want ik ben echt dol op koriander. Ik eet het bijna overal in en bijna ook elke dag. Ik doe het door mijn smoothies, door mijn salades, door mijn soep. Ik hou gewoon echt van die sterke smaak en het geeft mijn eten gewoon die extra boost. Ik ben er gewoon dol op. Alleen, dat is niet altijd zo geweest. Vroeger vond ik koriander smaken naar zeep of zeepsop of afwasmiddel, denk ik. Ook al zat er maar een heel klein stukje door mijn eten heen, dan was de geur al gewoon zo sterk dat ik gewoon mijn hele eetlust verloor. Ook al haalde ik het eruit, de smaak was gewoon nog zo sterk aanwezig dat ik het gewoon niet kon eten. En ik vroeg me natuurlijk af van waarom lust ik het niet en al mijn andere tafelgenoten wel. En het blijkt dus dat de voorkeur van het wel houden of niet houden van koriander alles te maken heeft met onze genen. Dus ik heb hoogstwaarschijnlijk een gen die ervoor zorgt dat ik een bepaalde stof die in koriander zit kan ruiken. En dat heeft dan weer invloed op mijn smaak. En diezelfde stof zit dus ook in zeep. En vandaar die associatie. Dus mocht jij niet van koriander houden, dan is er niks mis met je. En gelukkig kan je koriander heel makkelijk vervangen door andere verse kruiden. Zoals peterselie, dille en tijm. Ik weet dat het een eenjarig kruid is. En dat zowel de verse blaadjes als de korrels worden gebruikt in de keuken. En ik heb hier een pot thuis staan in aarde. En ik heb hier nog een potje in water staan. Deze heb ik ook gewoon kant-en-klaar gekocht bij de groenteboer. En deze pot gewoon bij de Albert Heijn. En de blaadjes die zijn best wel teer. Zo zien de blaadjes eruit. En het ruikt heel sterk. Ik vond het vroeger dus naar zeep ruiken. En nu vind ik het gewoon heerlijk ruiken naar, gewoon naar kruiden. En behalve dit en dat ik het lekker vind, weet ik eigenlijk niet zoveel van koriander. En ik ben heel erg benieuwd welke gezondheidsvoordelen koriander heeft. Wil jij ook weten wat de gezondheidsvoordelen van koriander zijn? Dan moet je zeker blijven kijken naar deze video. En om hier achter te komen, schakel ik Google in op mijn laptop. En mijn netwerk. En het blijkt dat koriander heel veel gezondheidsvoordelen heeft. Om precies te zijn kon ik er 15 vinden. Even kijken. Het gaat bloedarmoede tegen. Het is goed voor de huid. Het is goed voor een gezonde spijsvertering. Het helpt met het ontgiften van zware metalen. Het is tegen hooikoorts. Voor een gezonde bloeddruk. Voorkomt diabetes. Het is goed voor sterke botten en tanden. Het heeft een bacterie- en schimmelremmende werking. Het helpt om gezond en slank te blijven. En koriander is ook effectief gebleken tegen misselijkheid, overgeven en maagkrampen. Het meest interessante vind ik toch wel de ontgiftende werking van koriander. En ik wil natuurlijk weten hoe dat in zijn werk gaat. En dan komen we uit op een bron, de voedzamekeuken.nl. En die zegt dat koriander een natuurlijk middel is om te ontgiften. Er zitten veel antioxidanten in koriander, vooral in het verse blad. En dat bepaalde chemische stoffen die in de koriander zitten, dat die zich binden aan bepaalde metalen, zoals aluminium,
lood. En even kijken. Kwik. En waarna ze dus via de ontlasting het lichaam verlaten. En daarnaast helpt koriander ook bij de vochtafdrijving van urine. En daardoor worden gifstoffen ook sneller afgevoerd. Ik heb nog even doorgelezen. En ik vind het echt heel erg interessant. En ik wil er meer over weten. En voor opheldering heb ik detox specialist Angelique de Graaf. Zij weet er vast meer over. Ik heb naar haar vraagje. Ik ben een item aan het maken over koriander en het ontgiften van zware metalen. Hoe krijgen wij eigenlijk die zware metalen binnen? Nou, ik hoop dat ze snel reageert. Dus, wat zeggen ze? We krijgen zware metalen onder andere binnen via warm eten in aluminium, deodorant, bestrijdingsmiddelen, chemische cosmetica, verpakte voeding en amalgaamvulling. En verder zegt ze, de lever en de nieren, de ontgiftigingsorganen van het lichaam, zijn in zekere hoogte in staat om het lichaam te ontdoen van deze stoffen. Maar omdat we bijna elke dag deze metalen binnenkrijgen, ontstaat stapeling en kunnen deze onnatuurlijke stoffen steeds lastiger verwerkt worden. Met alle gevolgen van dien, zoals dementie, schade aan het centrale zenuwstelsel, verzwakking van het immuunsysteem, depressie, nierschade, hoofdpijn en geheugenverlies. De meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik zo gifvrij mogelijk probeer te leven. Ik vervang bijvoorbeeld mijn aluminium voor glas en ik vervang mijn deodorant voor kokosolie of een combinatie van baking soda met citroen. Ja, maar hoe ik het ook wend of keer, helemaal gifvrij zal mijn lichaam nooit worden. Want ja, in deze samenleving ontkom ik er gewoon niet aan. Maar ik geloof ook wel dat een gezond lichaam prima in staat is om deze gifstoffen te verwerken. Maar ik moet opeens ook denken aan aluminium wegwerkbakken op verjaardagen met overheerlijke hete pom of pastei, nasi en bami. En ja, ik denk wel dat het beter kan, want die aluminium wegwerkbakken die kunnen makkelijk vervangen worden voor glas of steen. Gelukkig worden de zilvergrijze amalgaamvullingen tegenwoordig vervangen voor ander materiaal. Koriander als ontgifter van zware metalen en de gevolgen van zware metalen vind ik heel interessant. En ik wil er natuurlijk meer over weten. Wordt koriander eigenlijk wel gebruikt in de Surinaamse keuken? En om hier antwoord op te krijgen, neem ik contact op met mijn collega-blogger Wansi Muller van This Girl Can Cook en Suriander chefkok London Loy. Ik heb dus aan Wansi gevraagd of koriander wordt gebruikt in de Surinaamse keuken. En zij zegt in de Hindoestaans-Surinaamse en Javaanse-Surinaamse keuken wel. In Suriname noemen ze het gemalen zaad ervan, als ik me niet vergis, ketumbar. Ik weet dat mijn moeder dat altijd in huis had. En volgens haar worden verse korianderblaadjes zeker wel gebruikt in de Indiase keuken. Ik heb ook antwoord van London gekregen. Hij zegt volgens mij niet echt, wel peterselie en selderij. Oké, dat is duidelijk. London Loy was ook al te zien in de vorige Gezond is Renang editie met een heel mooi video-interview, een artikel en een broodje timpeer wat ik met hem heb gemaakt. Dus heb je dat nog niet gezien, dan moet je zeker gaan kijken op www.gezondtoestrenang.nl. Ik ga ook nog even vragen of koriander wordt gebruikt in de keuken aan twee tantes van mij die in Suriname wonen. Maar het is nu zaterdagochtend 11:30. Dus dat betekent dat het daar nu 18:30 is. Dus ja, ik hoop dat ze al wakker zijn. Ja, mijn tante heeft meteen gereageerd en ze zegt dat zij het niet gebruikt. En dat ze er eigenlijk ook nog nooit op heeft gelet of er verse koriander wordt verkocht in Suriname. Oh, ik krijg nu meteen ook een berichtje binnen van mijn andere tante. Even kijken. Zij zegt, goedemorgen Migudu.
Nee, koriander wordt veel minder gebruikt hier in Suriname dan bijvoorbeeld in Nederland. Hier is het vooral citroengras, maar nog veel meer gember, knoflook, uien, tomaten, kaneel, ketumbar en masala, soepgroenten of selderij en soms prei. Kan je daar iets mee? Oh, en ze zegt ook nog dat ze verse koriander nog niet is tegengekomen in de Surinaamse winkels. Om een volledig beeld te krijgen van het korianderverhaal moet ik natuurlijk ook nagaan of het gebruik van koriander nadelen heeft. Want je weet wat ze zeggen, ieder voordeel heeft een nadeel. Ik ben nu terechtgekomen op een website, bantehoe.com. En volgens deze bron is het goed om te beseffen dat alle kruiden goed zijn, maar wel met mate. En als je een allergische reactie krijgt, bijvoorbeeld huiduitslag en andere allergische symptomen ervaart, moet het gebruik van koriander onmiddellijk worden afgeschaft. En wanneer je allergisch bent voor koriander, ben je dit dus ook voor anijs, karwei, dille en fenkel. Het is duidelijk dat het eten van koriander ook een allergische reactie kan veroorzaken en daarom moeten we het eten met mate. En ik heb natuurlijk opgezocht wat er wordt bedoeld met mate. En in 2004 zegt een Amerikaanse arts dat wanneer we elke dag een bosje koriander eten, dat ons lichaam binnen 2 weken optimaal is gereinigd van zware metalen. En daarnaast is het ook verstandig om het te eten om opeenstapeling van zware metalen tegen te gaan. In een meer recentere bron uit 2015 zegt auteur en medical medium Anthony Hopkins dat zware metalen inderdaad gereinigd kunnen worden met koriander. En dat niet alleen, het helpt ook aan maag- en darmklachten voorkomen. Dat ik koriander heerlijk vond van smaak, dat wist ik natuurlijk al. Maar door mijn mini-onderzoek ben ik erachter gekomen dat koriander ook heel veel gezondheidsvoordelen heeft. En sterker nog, in combinatie met een gezonde levensstijl kunnen we ons hele lichaam ontdoen van zware metalen. En ja, natuurlijk zijn alle kruiden heel gezond. Maar zo'n koriander die bevat superveel voedingsstoffen. Zodat we het wel kunnen zien als een helende kruid. Het mooie is dat koriander relatief goedkoop is. Bij de groenteboer koop ik 3 van deze bosjes. Dus dit is 1 bosje voor 1 euro. En dit plantje heb ik gekocht voor 2 euro. Ik denk echt dat het de moeite waard loont om er een dagelijkse gewoonte van te maken. Om koriander toe te voegen aan je eten. Ben jij het nog niet gewend om koriander te eten? Bouw het dan op. Voeg bijvoorbeeld vanavond 3 blaadjes toe aan je eten. En kijk hoe je lichaam erop reageert. En zo bouw je het op naar een hoeveelheid wat jij lekker vindt. Wat ik wil zeggen, oh ja. En daarom neem ik me voor om nog meer koriander te eten en het ook toe te voegen aan de Surinaamse gerechten. Dus ook in mijn bami, in mijn nasi, in mijn pastei en misschien zelfs in mijn pom. Ik ben ervan overtuigd dat koriander niet meer in mijn keuken mag ontbreken. Ik ben dus heel erg benieuwd waar er verse koriander wordt verkocht in Suriname. Dus weet jij een verkoopadres? Laat het mij dan weten op mijn blog www.gezondtoesaranang.nl. Dan klik je op artikelen en dan ga je naar het artikel ontgiften met koriander. En dan scroll je naar beneden en daar zie je de commentboxen en laat daar je bericht voor mij achter. En wat ik ook graag zou willen weten is of jij koriander lekker vindt en met welke gerechten jij het allemaal combineert. We zijn nu aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer.